Ja, vrienden, er is een wonder gebeurd in Deventer. Ja, en wel precies aan de Vetkampstraat. Ja, hey, die kunnen zich gelijk nu ook melden. Net als Lourdes en Barneu en noem maar op. Dat wordt vanaf nu ook een bedevaartsplaats. Als je er toch bij stilstaat. Als je nou toch als Go Ahead Eagles 10 keer moet spelen tegen Ajax. Dan, tegen het grote Ajax hè, van nu. Dan verliest Go Ahead Eagles toch 10 keer. Dat is niet anders. Dat is nou 1 keer zo. Zo zit voetbal in elkaar. Maar dan ineens gebeurt er toch een voetbalwonder. Vrienden, zoals vandaag. Dat Go Ahead Eagles wint van Ajax. Het onmogelijke is gewoon gebeurd. En ze hebben natuurlijk gestaan. Ja, voor doel heb ik gezien. Ze hebben de bus geparkeerd. En ja, nou en? Ajax, het grote Ajax, hebben ze kunnen verslaan. Met 2 Ajax. Ajax had ze dag niet. Nee, dat snappen we allemaal wel. Maar ja, wat hebben ze daar in Deventer mee te maken? Daar is het gewoon dit. Ja, net als bij de jongens van St. Pauli. Weet je dat? Die hebben toen een speciaal shirt laten maken voor hun overwinning 20 jaar geleden tegen Bayern München. En ik denk bij mezelf, dat moeten jullie in Deventer ook doen. Jullie moeten ook zo'n shirt laten maken. Het getallenshirt, noem ik het. Ja, en dan heb je gewoon 0570 streepje tegen 020 2-1. Dat staat er op het shirt. Ja, en dan zet je daar nog het embleem op van de Go Ahead Eagles. En aan de andere kant zet je de datum en een heel klein beetje de kleuren van Go Ahead Eagles. En dat shirt dan op de achterkant. Nou, dat zit bijvoorbeeld alle namen van de spelers. En Kees van Honderen, de trainer. En dan heb je een geweldig aandenken in Deventer. Aan deze hele... mijn stem is bijna weg. Aan deze hele speciale dag.